Nou, mooi mensen, Bart is hier. En welkom op Scum. Fantastisch mooi plaatje hier. Ik was een beetje ziek. Ik had hypothermia. En. Oh ja, dat is dan een zombie die ik hier. Ik denk, ik spring het water in. Voordat ik het water in ga. Gaan we eerst eens kijken. Dus het is gewoon overdag. En op het puntje, of op dat witte puntje. Als ik naar beneden kijk, kun je het beter zien. Daar lopen zombie in het water. Oh, komt er nog een aan. Dus ja, er loopt wel meer in het water hier. Ja, het kan gebeuren. Oh, die heeft een verbandje bezig. Die is voor mij. Dus ja, nou, die zag ik nog niet eens lopen. Met de nacht kijken, kun je dus kijken waar de zombies lopen. Nou ja, daar, die kun je duidelijk zien lopen daar. Net op boven het punt van mijn pijl loopt hij. En. Okay, nee. Ja, er kunnen meer in lopen. Maar het is dus niet aan mij om hier nog verder het water in te gaan. Lijkt mij niet zo heel geschikt. Huisjes heb ik al doorzocht zo straks. Ja, nog steeds niks. Wat heb ik hier gedaan? Nou. Ja, iets heel speciaals. Wauw, vertel, vertel. Nou. Ik had een grot gevonden. Ja, oh, wacht even. Ik had een grot gevonden. En ik zit in D2 onder in het hoekje. Bijna onder in het hoekje. Daar is de safe zone. Ja, daarachter is de safe zone. En daar gaan we nou niet heen. Want ik heb hier een grot gevonden. Ja. Niet zo speciaals. Het zijn wel meerdere grotten. Rond de 40, 50 grotten moeten er zitten. 40, 30, 40. Ik weet niet precies, maar er moeten een heleboel grotten zitten. Ja, nou vind ik ze helaas niet zo vaak. Ben daar niet zo heel erg goed in, geloof ik. Nou, ik weet het haast al zeker. Hier is een weg. Ik weet het wel zeker dat ik er niet zo goed in ben. Om die grotten te vinden. Ja, maar goed, ik had er een gevonden. Mooi grot. Ik heb er een goede wapen neergelegd. Ik heb er een kistje gebouwd. Valt me trouwens wel op, als je een boom kapt, krijg je minder materiaal. Ja. Vroeger kreeg je twee stammetjes, stokken. Je kon touwtjes maken, je kon gelijk een heleboel dingen maken. We kappen nou ook even een boompje om. En ik zie geen stok. Ik zie geen stokken. Ik zie geen kleine stammetjes. Alleen grote stammen. En die kunnen we alleen maar in planken maken. Ja. Een beetje jammer. Een beetje jammer. Cut down tree. Klein boompje. Er zitten veel stokjes aan. Wordt waarschijnlijk geen grote stammen. Douglas fir. Cut down Douglas fir. Goed. Heb ik weer een Douglas fir. Nou, misschien krijgen we hier wel stammen, stokjes uit. Maar ja,
Nou, dit zijn dan wel Stactics Endstar en Smallwood Lurks for Fire. Oké. Nou, wij geven geen dakloos spul. Wij gaan geen kerstboom meer maken. Kerst is voorbij. Ja. Al zitten er nog wel alle kerstspullen in. Maar goed, je krijgt dus minder materialen uit verschillende dingen. Misschien kap je nou sneller de boom om. Ik weet het niet. Maar ik had het over grotten. Vooral die ene. Ja. Die ene grot. Ik ben al 2 dagen op zoek weer. Ja, ik loop stenenformaties voorbij en ik loop al alles voorbij. Ik ben al 2 dagen op zoek naar hetzelfde. Ik kan het niet meer vinden. Dus, vind je een grot? Ergens hier in de buurt. Waar een mooie houten kist in staat. Trouwens, een goede houten kist hoor. Echt een stevige houten kist gemaakt. De sniper erin gedaan. Heeft geen scope. Nee, ik heb geen scope kunnen vinden. Wel een suppressor. Ik heb nog geen scope kunnen vinden. Maar goed, vind je er een? Ja, ja. Dat ben ik hier, heb ik hier. Ja, daar heb ik jammer. Weer pech. Jullie hebben geluk. Er zit wat eten in. Er zit wat groente in. Ja, touwen. Munitie. Magazijnen. Er zit een heleboel in. Alleen ik kan je niet vertellen waar het is. Zou ik nou slim zijn geweest en even de coördinaten op hadden geschreven? Ja. Zo slim is onze Bartis niet, hè? Die zegt dat niet. Die weet dat niet. Die onthoudt dat wel. Ja, nee, niet dus. Ik ren hier al een dag of 2 rond. Ik had volgens mij ook een dubbele weg hier, maar die ben ik ook al kwijt. Ja. Oh, een wachttoren. Het is altijd goed een wachttoren. Is dat nou een huis? Daar kom ik toch net vandaan? Daar kom ik net vandaan? Nee, dat is niet zo. Dat is wat anders. Dat is wat anders. Oké. Ga eerst naar die wachttoren. Misschien is hier de grot. Betwijfel het. Ja, je kunt maar nooit weten van mij. Ik ben al lang genoeg aan het rondrennen. Ik denk dat het straks maar eens een keer tijd wordt om het verlies maar weer eens een keer in de ogen te bekijken. Ja. Ah, ja hoor. Een honkbak, knuppel en een school backpack. Ja, dit is een ander huisje dan dat ik zo straks zag. Nee. Oké. Heb ik niet. Was ik niet hier aan de achterkant? Misschien.
Vitesse de Muur. Ja. Een beetje lullig. Een beetje knap lullig dat ik het niet op heb geschreven. Ja. Ik denk hypothermia. Ik moet even snel een beetje water. Nou ja, ik ben hier niet zo ver vandaan volgens mij. Dus autorun aangezet. Nou, toen kwam ik dus. Tot mij, ik heb op de kaart had ik het water gezien. En gewoon autorun richting de ding is gezet. Grot tegengekomen. Alles erin de grot gedumpt. Nou, hier ben ik niet geweest hoor. Dit gaat bergaf. Dat was het niet. Dat was het echt niet. Want het water zit aan de andere kant, dus dat kan nooit zijn, want ik liep bergaf, nou moet ik bergop. Ik weet, ik heb even iets gepakt, ja. Gewoon autorun aangezet. Ja. Toen kwam ik een grot tegen. Goed, metabolisme. Dan ben ik weer te zwaar. God, gloeiend. Maar goed, rifles en handgun archery, ja, weet ik al. Running doet het ook nog steeds. Endurance doet het ook nog steeds. Stealth kunnen we ook genoemd. Even kijken hoor, dat was. Sniping is met een dinges camouflage, moet je in de dinges gaan zitten. En stealth loopt nou ook op. Dus gewoon. Nou ja, ga maar. Zo lopen of kijk, kruipen. Nou is die weer goed, maar nou loopt stels ook op 8, 9, 10, 11. Kijk, nou loopt die aardig goed op. En camouflage kan ook oplopen. En dat doen wij door. Dan gaan we even staan. Camouflage. En 36. 536 staat hij op. 37. Dus gewoon stilzitten, niks doen. Dan loop je de camouflage ook op. Ja, mensen, het werkt. Het begint te werken. We gaan liggen. Camouflage 538. 39. Dus het meeste van het spel begint nou te werken. Dan pakken wij deze. Oh, dan gaan we ook die. Sniping staat op 600. Sniping stond dus op 600. Nou, wat gaan we doen? We gaan even voorzichtig door de scope kijken.
En dan gaan wij terug hierheen. Sniping staat nog steeds op 600. Maar het zou dus moeten zijn, als je door de scope heen kijkt, hoe langer je door de scope heen kijkt, hoe meer punten je zou moeten krijgen. Ik dacht dat ik wel hoorde. Hij staat nog steeds op 600. Nou, dat zal wel iets anders zijn geweest dan. Maar goed, hij zou het in principe moeten doen. Of ik moet even wat raak schieten of zo. Of iets dergelijks. Ik weet niet. Maar goed, dit werkt dus allemaal wel. Je krijgt daar al punten voor. Of experience. En volgens mij moet ik op de andere kant van de berg zijn en niet hier. Is het mooi, hè, die grotten. Ja, die zijn goed verborgen. Die grotten die zie je niet zo 1, 2, 3. En als het nou goed is, loop ik weer naar het water heen. Dus het moet hier ergens zijn. Of is het nou echt aan de andere kant? Bloemetjes. Ja, daar is de weg. Dat is niet dezelfde. Ja, ik schiet gewoon de beest af. Geef mij puntjes. En er zitten mensen op die hebben aardig veel punten vergaard. Sniping. Sniping is nou 28-314. Kijk, je moet gewoon dingen afschieten met de scope. Nou, dan krijg je daar ook weer punten voor. Dan wordt dat weer beter in. En zo komen wij steeds een puntje verder. Is toch mooi? Nood is altijd goed. Maar hier was toch ook dat water? Ja, accu's vind ik niet zo barre veel meer. Dus ja, we nemen de platen wel mee. Ook deze stammetjes zijn vaak te doorzoeken. En daar zitten grote, dikke boomstammen in. Boomstammen weer natuurlijk weer nodig voor dingen te bouwen. En kun je markeringen maken voor grotten en zo, dat je grotten hebt gevonden. Je kunt pijltje op de grond neerleggen. Nou, daar is ergens een grot. Ja. Met name de grot van mij. Ergens. En
loop weer weg. Ik ga weg. Ik vind hem nooit weer. Is het wel zo? Wat is dat? Oh, dat is de safe zone. Nou ja, dan gaan we daar heen. Vind ik mijn grot wel weer. Heel erg mooi. Dan zal ik je het laten zien. Maar ik ben bang. Bang. Mensen, bedankt voor het kijken. En voor alle grotvinders. Hopen dat je mijn eens vindt. Er ligt genoeg in. En voor alle anderen. Ik vind vanzelf wel weer een nieuw plekje. Waar ik mijn overschot aan materialen heen moet gooien. Maar zoals je nou ziet, ik heb nog geen overschot. Ik heb nog ruimte zat. Dus dat duurt nog wel even. Hey, mooi.